emotionele overwinning van Ramon staat de volgende kandidaat alweer klaar voor zijn auditie om zich in de hot seat te zingen. Maar waar kennen we hem ook alweer van? En recht tegenover mij staat een man, Wesley Klein. Ja. We gaan weer aan de gang. We gaan weer alles meemaken. De mensen kunnen mij van, denk ik wel, van Popstars. En daar ben ik nummer 1 geworden. En die winnaar, dat is geworden... Wesley! Ik ben best wel bang dat mensen wel gaan denken van... ja, doet hij nou weer mee met een programma? Van, ja, je hebt Popstars gewonnen, vind je dat niet genoeg? Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe de mensen gaan reageren thuis. Waarom is het niet geworden wat we toch allemaal hadden gehoopt? Ik denk als je niet 100% achter het muziek staat... waar je niet mee bent opgegroeid en dat je niet wil zingen... ik denk dat het dan niet helemaal past. Ik denk als je er echt vol 100% achter staat... ik denk dat je dan toch wel wat verder zou kunnen komen... in plaats van dat je niet er 100% achter staat. Ik deed eerst het popmuziek en toen die tijd werden de mensen fan van mij... van de popmuziek wat ik maakte. En nu ga je toch overstappen naar de volksmuziek. En dan is het toch wel afwachten hoe de mensen thuis reageren. Van ja, ik doe het nu een klein jaartje. En ja, gaan de fans daar ook van houden? Want op dat moment waren ze fan van mij. En ja, blijven ze dat gewoon met dit soort muziek? Dus ik hoop het wel. Als er aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Ik denk dat iedereen wel weet wie Wesley Klein is, denk ik. Woehoe, Wesley! Hi, ik val bijna van mijn stoel af. Is het zo? Nou, ik weet nog dat jij, volgens mij heb jij Popstars gewonnen en nu sta je hier. Ja. Kan een voordeel zijn dat hij zo'n stem heeft, maar zijn bekendheid kan ook een nadeel zijn omdat hij al Popstars mee heeft gedaan. En waarom doet hij nu hier aan mee? Ja. Ik bedoel, dat kan hem ook heel zwaar in zijn nadeel. Ik weet het niet, maar ik wil graag even luisteren. Ja? Ja. Wat is de reden dat je nu hier aan meedoet? Ik wil meer naar de volks en ik voel me daar eigenlijk gewoon prettig bij. Ik wil gewoon echt 100% achter de muziek staan wat ik wil maken. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dit is het moment om mijn bloed, zweet en tranen mee te doen. Om dan toch te laten zien aan Nederland ja, dat ik het volksmuziek wil gaan maken. En ik hoop, ja niet voor Wesley, maar die is al bekend en jij moet het nog worden. En hoop ik dat ze het jou gunnen. Welk liedje ga je doen? Dat ene moment van Andreas. Ga je gang jongens, succes. Dank. Hey, daar gaan we jongens, fingers crossed. De dag dat ik jou zag. Hij is geen volkszanger, hij is meer een popster. Naar me keek. Dat ene moment dat ik heb gekend. Wist niet dat het bestond. Het maakte me warm. Ik vind hem geen volkszanger. Het liet me niet gaan. Prachtige stem, hoor. Ik ging naast je staan en raakte je aan. Toen ben jij weg. Roxanne drukt, hè? Je moet aan jouw kant blijven, zeker weten. Voordat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg. Nu denk ik aan. Hij is een Nederlandstalige zanger. Maar toch druk ik. Nou, Danny, kom op, gas. Danny, wegwezen. Ja, Danny, niet drukken. Voordat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg. Nu denk ik aan jou elke dag. Aan het ene moment dat ik je zag. Ik heb nog gedrukt, man. Die lag eruit. Oh ja. Zo, wat een mazzel, Quint. Ik zei het al, hè? Ja, dat ik wist dat je kon zingen, dat stond al eens een paal boven water. Maar dan in één keer zo'n Nederlandstalig liedje. En dan met gevoel en power en kracht. Ja. Ik vind het natuurlijk een drama voor Raymond Beense. Maar je ging er nog weer vol overheen qua volume, qua kracht. En ik denk dat het Nederlandse volk er best op zit te wachten op een leuke jonge jongen die ook volksliedjes zingt. Je hebt gewoon een topauditie neergezet. Je kan zeggen wat je wil, maar je kan gewoon onwijs goed zingen. Je bent een leuke gozer om te zien. En
ja, je pakt mij in ieder geval in. Voor mij is het de beste. Weet ik, hè? Komt helemaal goed. Zeker. Wes, wat een volume, man. Ja. Echt goed. Prachtig. Ja, ik ben echt onder de indruk en daarom heb ik ook gedrukt. Maar iemand naast mij zit te slapen, blijkbaar. Ja, dat is, heb ik het weer gedaan? Ja, die zit helemaal niet te slapen. Je bent een Nederlandstalige zanger, zoals het nu bij mij overkomt, die fantastisch kan zingen. Daarom heb ik niet gedrukt, omdat we op zoek zijn naar een nieuwe volkszanger. Voor de rest vond ik je geweldig. Dankjewel. Serieus. Dankjewel. Ja. Wesley mag naar de hot seat. En Ramon moet helaas plaatsmaken. Zo, hartstikke bedankt. Doei, doei. Wat maakt het nou? Want Danny die ging er even. Ja, ik begrijp ook wel wat Danny bedoelt. Daar geef ik hem wel een beetje gelijk in. Maar dan wil ik wel met dit programma wil ik wel de brug slaan. Dus de brug slaan. En dat ik dan een bepaalde kant op kan gaan in het volksmuziek. Bewaak je plek als een koning op een fort. Is goed. Het is je gunt, jongen. Succes allemaal. Oké, dag. Dankjewel.